Iedereen heeft ervan gehoord. Maar wat is nou eigenlijk de relativiteitstheorie? Er bestaat een speciale relativiteitstheorie en een algemene relativiteitstheorie. Vandaag ga ik het hebben over de speciale relativiteitstheorie. De relativiteitstheorie van Einstein vertelt ons iets uitzonderlijks. Om deze te begrijpen, moeten we naar Schiphol. We zien hier een dame die op reis gaat. Om sneller bij haar gate te komen, heeft Schiphol lopende banden aangebracht. De lopende band beweegt met een snelheid van 1 meter per seconde. De dame loopt over de lopende band met een snelheid van 2 meter per seconde. De vraag is nu, wat is haar snelheid ten opzichte van de grond? Dit is geen moeilijke opgave. Een beetje middelbare schoolkennis vertelt ons dat die snelheid gelijk is aan de snelheid van de lopende band plus de snelheid waarop ze zelf loopt. Oftewel, 1 plus 2 is 3 meter per seconde. Waarom moet je die twee snelheden bij elkaar optellen? Dat is gewoon logisch. Denk daar eens over na. Zou het antwoord überhaupt anders kunnen zijn? Nee? En toch, als wij heel nauwkeurig zouden meten wat de snelheid is van deze dame, dan blijkt dat het geen 3 meter per seconde is. Het correcte antwoord is 2,99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 
meter per seconde. Hoe kan dat? Het antwoord is dat tijd en ruimte niet zijn wat ze lijken te zijn. Een meter is niet voor iedereen even lang en een seconde verstrijkt niet voor iedereen even snel. Met andere woorden, tijd en ruimte zijn niet absoluut. Bijvoorbeeld, als ik de lengte van deze tafel meet, dan kom ik uit op 106,8 centimeter. Nu zul je denken dat iedereen de lengte van deze tafel meet, op dezelfde waarde uit zal komen. Afgezien van meetfouten. Maar het blijkt dat de lengte van de tafel afhankelijk is van de snelheid van de waarnemer. Een waarnemer die met de halve lichtsnelheid reist, zal de lengte van deze tafel meten als 92,5 centimeter. En dat is niet omdat een bewegende waarnemer de lengte van de tafel verkeerd meet. De lengte van de tafel is daadwerkelijk afhankelijk van de waarnemer. Lengte is niet absoluut, lengte is relatief. Dat klinkt als onmogelijke onzin. Larikoek. Hoe kan de lengte van een voorwerp nou afhankelijk zijn van wie het waarneemt? Het lijkt larikoek omdat de manier waarop wij denken gebaseerd is op onze dagelijkse ervaring van de wereld. En omdat het effect van relativiteit onzichtbaar klein is, beleven we de wereld heel anders dan deze werkelijk is. Daarom is de relativiteitstheorie zo lastig om te begrijpen. Het is eigenlijk niet zo'n hele moeilijke theorie. Maar om het te begrijpen,
zul je dat concept van een absolute tijd en ruimte van je af moeten zetten. Als je dat lukt, dan valt het allemaal wel mee. Immers, de speciale relativiteitstheorie stelt alleen maar dat de lichtsnelheid hetzelfde is voor alle waarnemers, ongeacht met welke snelheid ze bewegen. Om dat concept te verkennen, helpt het om te denken in termen van experimenten. Laten we het volgende gedachte-experiment doen. We hebben een zaklamp, een persoon op de grond, genaamd Russell, en een persoon in een ruimteschip, genaamd Joe. Beide personen hebben een stopwatch waarmee ze kunnen meten hoe snel de lichtgolven van de zaklamp passeren. Het maakt even niet uit hoe ze dat doen. Dit is een gedachte-experiment. Ze kunnen gewoon beide de lichtsnelheid meten. Wat is de snelheid van de lichtgolven zoals Russell die meet? Dat is uiteraard de lichtsnelheid, zo'n 300.000 kilometer per seconde. Hier aangegeven met de letter C van constante. Joe zit in een ruimteschip dat met de halve lichtsnelheid voorbij komt vliegen. Wat is de snelheid van de lichtgolven zoals Joe die meet? Klassiek zou je denken dat hij een waarde meet van 150.000 km per seconde. Dat is immers de lichtsnelheid minus de snelheid van het ruimteschip. Maar zoals we al zagen met de dame op de lopende band, mogen we best twijfelen of die klassieke manier van rekenen wel klopt. Maar hoe kunnen we dan bepalen wat Joe voor een snelheid meet? Ja, heel eenvoudig. De relativiteitstheorie stelt dat de lichtsnelheid constant is voor alle waarnemers. Dus ook Joe zal een snelheid meten van 300.000 km per seconde. En dat lijkt niet te kunnen kloppen. Het kan toch niet zo zijn dat die lichtgolven beide heren met dezelfde snelheid passeren, als zij zelf met verschillende snelheden bewegen? Maar ja, dat kan wel degelijk. Dankzij lengtecontractie en tijddilatatie. Over lengtecontractie had ik het al in het begin van deze video. Dat is het fenomeen dat de lengte afhankelijk is van de waarnemer. Meer specifiek, de lengte is afhankelijk van de snelheid van de waarnemer ten opzichte van een voorwerp, zoals bijvoorbeeld een tafel. Wederom, dit heeft niets te maken met meetfouten of de wijze waarop de waarnemer wordt gedaan. Lengtecontractie betekent dat lengte relatief is. Een voorwerp in beweging is korter dan een voorwerp dat ten opzichte van een waarnemer stilstaat. Dat is fundamenteel anders dan hoe wij de wereld waarnemen. De reden dat wij in ons dagelijks leven geen lengtecontractie zien, is omdat die effecten pas optreden bij snelheden die in de buurt komen van de lichtsnelheid. En die is 300.000 km per seconde. Hier zien we een heel mooi voorbeeld van lengtecontractie. Stel dat dit wiel zo snel ronddraait dat de rand bijna met de lichtsnelheid beweegt. Het wiel is een cirkel. Maar vanwege de grote snelheid ten opzichte van ons, is het smaller in de bewegingsrichting. En dus zien we het wiel als een ovaal. En kijk eens naar de spaken. De bovenkant van het wiel beweegt sneller dan de onderkant. En dus zien we de spaken bovenin dichter bij elkaar liggen dan onderin. Maar niet alleen lengte is relatief. Ik noemde ook al tijddilatatie. Dat houdt in dat ook het verstrijken van tijd relatief is. Hoe sneller een waarnemer beweegt, hoe langzamer diens tijd verstrijkt ten opzichte van een waarnemer die stilstaat. Dat effect van tijddilatatie wordt wel eens gebruikt in science fiction verhalen. Een persoon gaat op reis in een ruimteschip dat bijna de lichtsnelheid bereikt.
Wanneer de persoon weer terugkeert op aarde, blijkt dat iedereen veel ouder is geworden dan de reiziger. Dat komt omdat tijd voor de reiziger langzamer is verstreken dan voor de mensen op aarde. Daar merkt de reiziger zelf niets van. Tijddilatatie is immers relatief. Ten opzichte van jezelf beweeg je immers niet. Een seconde is gewoon een seconde. Maar ten opzichte van de aarde is tijd voor de reiziger veel langzamer verstreken. En dus is hij nog jong, terwijl de rest van de aarde oud is geworden. Maar snelheid is relatief. Vanuit het perspectief van de reiziger gezien, beweegt de aarde juist met een hele hoge snelheid. Dan zou de tijd op aarde toch juist langzamer moeten verstrijken? Ja, dat doet het ook. Maar dat kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat de tijd in het ruimteschip langzamer verstrijkt dan hier op aarde? En tevens dat de tijd hier op aarde langzamer verstrijkt dan in het ruimteschip? Dat is een tegenspraak, dat kan niet. Ja, dat kan wel degelijk. En nu begin je misschien een beetje begrip te krijgen waarom die relativiteitstheorie zo lastig is. Laten we een experiment bedenken waarin we die schijnbare tegenspraak proberen aan te tonen. Heel eenvoudig. Ik heb hier een horloge dat op aarde achterblijft en een klok dat op reis gaat. Welke van deze twee gaat langzamer lopen? Nou, dan hou ik ze gewoon naast elkaar. Maar dat kan niet, want het horloge blijft hier achter op aarde en de klok vliegt met bijna de lichtsnelheid de ruimte in. Oké. Dan bellen we gewoon met elkaar en vertellen we elkaar welke tijd het is. Leuk bedacht, maar bellen gaat via radiogolven en die reizen met de lichtsnelheid. Stel, we sturen een radiosignaal naar het ruimteschip om te zeggen dat er hier op aarde 1 uur verstreken is. Dat signaal komt pas vele uren later aan, omdat het ruimteschip al diep in de ruimte is en de radiogolven hebben tijd nodig om het ruimteschip bij te halen. Bij gevolg kun je aan boord van het ruimteschip niet vaststellen hoe lang dat uur op aarde nou geduurd heeft. Oftewel, het is niet mogelijk om de twee klokken direct met elkaar te vergelijken. En als dat niet mogelijk is, dan is er ook geen sprake van een tegenspraak. Maar de reiziger kan toch gewoon naar huis gaan? Dan kun je kijken welke klok achterloopt. Ja, maar dan moet de reiziger eerst heel erg afremmen, dan weer versnellen in de richting van de aarde en uiteindelijk weer afremmen. Tijdens dat afremmen en versnellen gebeuren er ook hele rare dingen met tijd en ruimte. Dat wordt beschreven in de algemene relativiteitstheorie. Die sla ik vandaag over. Maar het komt erop neer dat versnelling niet relatief is. En daar breekt de symmetrie. Aangezien de reiziger de versnelling heeft ondergaan, blijkt het de reiziger te zijn die vele jaren later nog jong is. De relativiteitstheorie laat zien dat onze dagelijkse intuïtie niet geschikt is om te doorgronden hoe de natuur werkt. Dat is een belangrijke les. Om waarheid te vinden gebruiken we in de wetenschap experimenten en waarnemingen. Maar misschien nog belangrijker is dat je openstaat voor het feit dat je eigen brein niet altijd betrouwbaar is. Wil je dit YouTube-kanaal graag steunen? Like, subscribe en deel deze video. Je kunt ook dit super spannende kinderboek kopen voor kinderen van 7 tot 11 jaar via de website lichtstad.space of het sterrenkundeboek Telescopen en Tijdmachines via roysmits.nl.